Meneer Bosma, u hebt de hele middag gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ollongren. Onder andere over het nepnieuws, desinformatie die ons allen bereikte, waarvoor heel lang gewaarschuwd is. En hoe is het nu afgelopen? Nou ja, dat hele nepnieuwsgedoe, dat lijkt toch een beetje een stille dood gestorven. Want een paar jaar geleden begon mevrouw Ollongren, toen ze net minister was geworden, met een enorme campagne over nepnieuws. En er was een enorme stroom desinformatie uit Rusland. En het zou de verkiezingen beïnvloed hebben. En ze wees naar Trump en de Brexit en het duvel en zijn oude moorden. Dat was een groot gevaar. Dan hebben ze een campagnetje gehouden rondom de laatste twee verkiezingen. Het was heel knullig. Het ging erover dat je niet alles moest geloven wat op internet staat. Nou, zeg, dat weet een achtjarige tegenwoordig al. Ja, en nu zegt mevrouw Ollongren eigenlijk nog, ja, we moeten wel letten op, ik citeer, een potentiële uitwerking van nepnieuws. Dus het gaat alleen nog maar over wat in potentie nepnieuws kan betekenen. Oftewel, het hele verhaal is opgehouden en is met een stille tromp vertrokken. Maar heeft wel een hoop geld gekost en een hoop radiospotjes, et cetera. Maar het ging dus eigenlijk nergens over. Nee, het ging helemaal nergens over. Er zijn ook nooit bewijzen geweest. Ik heb altijd gevraagd, wat is nou de definitie? Wat is nou precies nepnieuws? Is er nooit echt uitgekomen? Dat is steeds veranderd. Ik heb steeds gevraagd, kom eens met een voorbeeld van nepnieuws. Het enige voorbeeld dat mevrouw Ollongren wist. Ja, de Russische ambassadeur heeft iets gezegd wat niet klopt rondom de MH17. Ja, ik zou bijna zeggen, dat is de baan van de ambassadeur om gewoon het verhaal van zijn land te vertellen. Is dat nou nepnieuws? Dat is ook in alle openheid gebeurd. Dus er was eigenlijk nooit een probleem. Nou, het heeft 2 jaar geduurd en het heeft miljoenen gekost, maar nu blijkt er dus eigenlijk geen probleem geweest te zijn. Met andere woorden, het is voor niks geweest. Met andere woorden, much ado about nothing.